Ik, wat, ik, uh, wat ik leuk vond, wat ik goed vind aan, aan, je, aan je podcast, is dat uh, zeker voor, voor, onze, ik kan voor onze generatie over de dood praat, het is zo vaak zo ver weg. En ja. Je wordt er in één keer mee geconfronteerd. Het kan, kan een ouder van een vriend van je zijn, of, ja. of een vriend zelf. Of, maar als het goed is, dat ja. klop ik heel bewust. Ik af. Blok, heel, dat ik heel geloof ik. Komt, ja. ja, komt dat zo min mogelijk voor. Ja. Maar welke handvatten je hebt om daarmee om te gaan. Ja. En, en uh, uh, een van de beste tips, maar misschien heb je er meer, vond ik de vraag die je moet stellen. Even kijken, daar zei jij van. Hoe gaat het met het grote gemis? Ja, ja. hoe gaat het met het grote van gemis? Van is die. Ja. Dat, vond, ja. dat vind ik echt, dat, dat, dat vond ik, die Mooi, vond ik zo goed. Ja. Uh, omdat het heel vaak is. En neem je wel, de, het is gebiedende wijs. Ja. neem voldoende tijd, ja. uh, geef de ruimte aan je verdriet ja. en, en gewoon een vraag stellen. Ja, dat en is, ook als iemand vraagt hoe gaat het met je, dan ja. denk ik dat is te groot. Maar dan kun je ook al vragen hoe gaat het vandaag met je. Ja. Dat is ook al vaak een dus hele fijne. Neem eens wat voor mensen die luisteren en ja. dat, we hopen dat je het nooit nodig hebt. Maar uh, nee, kijk, wat, ik wat denk, zijn nou de belangrijke tips als je iemand in je omgeving hebt die dit ja. maakt en hoe je Maar ik vind om? het wel interessant wat je aanzet inderdaad, want inderdaad we zijn, de, we zijn als de dood voor de dood. Ja. En daar, dat, dat is helemaal niet goed. En um, de dood hoort er nou helemaal bij, maar die hebben we gewoon gedurende de afgelopen honderd jaar helemaal aan de rand van de wereld gezet. En van, van het leven gezet. En ook hoe minder we met z'n allen gelovig zijn, hoe minder rituelen we daarvoor hebben en hoe banger we ervoor worden. En dat merk je natuurlijk ook nu met, met, met de tijd waarin we nu leven. Dus echt iedereen is als de dood om maar dood te gaan. Terwijl ik wil niet zeggen dat we allemaal dood moeten, maar <laughs> we moeten wel ons iets meer realiseren ja, dat het echt erbij het hoort. Het leven. En ja. dat is iets wat we vergeten. En um, qua praktische dingen. Het ligt er een beetje natuurlijk aan, aan wie het vraagt. Hè? Dat, dus, dit is wat ik vind ja. en wat ik op basis van, van die gesprekken heb geleerd. Maar er zijn ook mensen die er anders over denken. Maar voor mij was het het allerergste als iemand er niet naar vroeg. Als iemand, me, als iemand het geen aandacht gaf. Als ik, ik heb me verschrikkelijk eenzaam gevoeld bij etentjes of verjaardagen. waar, waar niemand naar me vroeg, aan me vroeg: hoe is het? Maakt me niet uit wat je had gezegd, maar had even erkend dat ik dit aan het meemaken ben. Dat vond ik. Zo hardverscheurend. En dan later begreep ik ja, maar ongemakkelijk moeilijk en dan denk ik, ja, maar ik geloof dat ik gewoon wil dat je even over je eigen ongemak heen stapt, stapt om, mij dit, om mij heel even te zien. Dus dat, en als ik er geen zin in heb, wat gebeurde ook wel eens hoor. Dat iemand zei en uh, hoe is het? En dat ik dan op een leuk feestje stond of in de kroeg, en dat ik zei: Ja, ik heb er gewoon even geen zin in om af te praten. Nou, dat is dan prima. Maar die deur die moet wel op een kier kunnen staan. Het is eigenlijk het belangrijkste als je denkt... het kan voor jou ongemakkelijk zijn om het te vragen... of de ja. deksel op je neus te krijgen omdat je niet mee moet bemoeien. Maar dat is altijd minder erg ja. dan het niet vragen. Ja, het is echt minder erg. Ja. En okay. dat, zak it op. Daar moet je dan ja. maar gewoon even doorheen. Ja. En inderdaad, leer jezelf dan dat soort vragen aan. Van hoe gaat het met het grote gemis? Slaap je een beetje? Ja. Uh, uh, praktische vraag, hoe gaat het vandaag met je? Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je doen? Ja, dat ja, is altijd lief, Dat je Basically, de basisregel is, beter iets dan niets. Dus ja, zeg dan maar wat kan ik voor je doen. Ik vond het het lekkerste als mensen dingen voor mij besloten. Want ik was totaal in, in een totaal beslissingsvacuum ja. voor alles. Wat schat, we hebben, ik heb een plan. Ja, we, we gaan, gaan dit doen. Ja. Gewoon niet van, heb je zin om mee te gaan eten? Nee, want nee. ik heb nergens zin in, dus nee. 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 Maar gewoon, ik haal je om acht uur op en we gaan, je gaat mee naar dit. Ja. En neem dingen uit handen. Ik had, Renate heeft de laatste drie weken van haar leven, uh, heeft ze echt in een in haar sterfbed gelegen en heb ik met haar man en dienstdochter... Met die we ook weer een soort gezinsconstructie hebben... Uh, voor haar gemantel zeg maar, daar in huis. En uh, thuiszorg de laatste slok, noemden we onszelf. En haar echt verzorgde, ze dus liep niet meer. En het was een hele mooie tijd ook. Maar mijn huis, waar een kat woont, en ik heb een heel oud, stoffig huis... was echt, echt een gore bende geworden. Het ja. is natuurlijk echt al maanden was ik daar niet geweest. Nou, vreselijk. En een vriendin van mij, die m, uh, mijn kat kwam eten geven, die zei... Lies, ik denk dat ik morgen even met de schoonmaker kom en ik zei nee dat kan niet het is zo vies kan echt niet kan echt niet en zij zei, dat gaan we toch even doen. En die heeft toen mijn huis schoongemaakt en ja. dat was fantastisch. En een andere vriendin, ik was een ma maand daarna was ik jarig en ik stortte helemaal in bij de gedachte dat ik dat moest vieren. Ze dus zei vriendin I got this. En die heeft toen het eten ingekocht en mensen uitgenodigd en het helemaal geregeld en dit kan voor een rouwende al heel veel zijn om op te staan, te douchen en je ja. aan te kleden. Dus alles wat daarbij komt is vaak te veel. Dus als je iets kan overnemen, is dat heel prettig. Ik vergelijk het dat is sinds kort, sinds ik een paar vriendinnen heb met kinderen, vergelijk ik het een beetje met een kraamweek. Het is ja. zo overweldigend, je komt nergens aan toe. Je hebt dat huilende kind, je hebt geen idee wat je overkomt. Dat is ook een beetje rouwen. Dus als jij zegt, hier heb je een overschaal, of kom, ja. ik maak je huis schoon, of ik ga je nu meenemen, we gaan naar de kapper, of nou, dat soort dingen zijn heerlijk. Ik weet dat nog heel goed. Toen wij ons eerste kind kregen, uh, kwam de buurvrouw die zei: uh, ja, Ik heb niet één honderd cadeautje, maar ik heb hier een uh, schaal lasagne. Ja. En dat was echt fantastisch. Ja. Dat, was, dat was echt dat je niet, bij, zeker bij zo'n eerste kind, denk je dat alles eraf valt als je ja. het, het verschoont. En dat zo'n ja. arm, dat kan nooit, dit kan nooit goed gaan. Ja. Dat is, en waarom, heeft, uh, waarom hebben wij in vredesnaam een kind gekregen? Ja. Want dit, en wie heeft ons hierop voorbereid? Ja. Uh, uh, uh. En als het dan inderdaad mensen zijn die je dat soort dingen ja. uh, uit handen nemen? of. Ja. Uh, Zeker oud, oh, mijn moeder deed dat ook en mijn, mijn schoonmoeder, die is er gelukkig nog steeds, die dan zegt: Wij letten wel even op, gaan we even slapen. Ja, dat soort oh dingen oh, is, is ook hier. Ja. Echt? Dat is, uh, ja, dat is echt ja. heel fijn. Okay, en met, dus dingen uit handen nemen. Ja, dingen Want uit handen de regie nemen. Overnemen en overnemen. Ja, uh, ja, en, en dat, dat kan je natuurlijk niet met iedereen. Je kan het niet tegen je collega zeggen: dat minder snel. Maar het gaat, gaat meer om. Um, ik, heb, ik heb zeker door de podcast, do, do, door dag voor dag krijg ik heel veel berichten hierover, natuurlijk, van mensen. En ook heel vaak dat mensen zeggen: oh ja, ik heb een vriendin, zus, d -d 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 -d, iemand die heeft iemand verloren en um, ik wil er graag voor haar zijn, maar ik wil haar ook niet storen in het proces. Dat, ja. soort, dat soort opmerkingen hoor ik ook wel vaak. Iemand... Rouwen is niet een, het is niet een actief ding. Het is niet dat je, de, dat je heel actief aan het rouwen bent, want het is iets wat de hele tijd op de achtergrond bezig is. Je kunt het het beste vergelijken met een soort omgekeerde verliefdheid. Je bent je bent niet... Het is er altijd de hele tijd. Maar het is niet dat iets waar je in gestoord kunt worden. Helemaal niet, juist. Ja. En afhankelijk van de persoon is het ook heel fijn... om er even niet aan te hoeven denken. Om gewoon even te zeggen... Van, we gaan nu naar... Kijk, ik wil nu allemaal dingen zeggen die niet die kunnen. Niet meer kunnen. Ja, maar ja. Festival, ja. Festival, festival, feestje, ja. dat soort dingen inderdaad. Nou, ja, Ik moet wel zeggen, ik heb het te doen met de mensen... die nu hun ja. dierbaren verliezen. En die niet die knuffels kunnen hebben. En zeker als het corona-sterfgevallen zijn. Holy moly, wat een... Ja, het is echt... Echt inhumaan van, voor deze tijd. Wat denk echt, je wat dat um... doet met, 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 het, met het rouwproces voor mensen? Als je inderdaad ja. nu in deze tijd mensen, mensen verliest. Ja, ik, 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 ik wil er bijna niet eens over. Het is echt de begrafenis. Of het, het afscheid van Renate was een hele mooie dag bijvoorbeeld. Daar ja. heb ik hele fijne herinneringen aan. Dat je dus nu met z'n allen. Of het is het, hoeveel mensen mogen er nu? 20 30 mensen op anderhalve meter. Ja, dat, dat kan helemaal niet. Dat druist tegen alles in hoe een afscheid hoort te zijn. Dus, en dat je dan daarna ook in je eentje thuis zit. Ja, go, ja, ik woon alleen. Maar als je dus met iemand woont is dat misschien minder. Maar ja, ik, ik denk dat het, dat het extra taai is. Dat je echt uh, ja, jezelf goed in de gaten moet houden. Van gaat dit wel goed? En dat je toch echt nog zelf, toch zelf meer moet doen. En dat je meer aan de bel moet trekken als je merkt dat het niet goed gaat. En dat je toch ook... Ja, ik mag het vast niet zeggen in de podcast van een politicus. Maar soms wel echt even die knuffel moet pakken van iemand. Ja, dat je mag, mag, je, mag, dat ja, mag je zeker in dat, deze, dat, deze dat, podcast. mag alles. Ja, dat moet. Dat, ja. dat is gewoon. Dat moet. En dan, 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 dan verbreek je de regel maar. Maar dat moet. Ja. Anders ga je er onderdoor. En dat, nou, dat, dat kan gewoon niet. Nee. Dus dat. Uh, maar ik, 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 heb het echt, ik heb het echt te doen met die mensen. Ik vind het echt. Want alle dingen die mij bijvoorbeeld hebben geholpen. kunnen nu allemaal niet. Nee. Dus ja, vreselijk. Nee, dat is. Dat is uh, uh, daar breek ik ook mijn. mijn hoe zeg je dat? Ik weet wat we moeten doen om dit virus nou niet te verslaan, maar om ermee te leven en zorgen ja. dat de zorg het aan kan. Maar, maar zeker op dit soort momenten, momenten van groot verdriet is het onheilbaar ja. wat, wat, wat er wat, Ja, wat er En ook natuurlijk de verhalen van mensen die alleen doodgaan. Ja. Ik, ik had een, verhaal, een mailtje gekregen van een meisje en die vertelde dat haar vader was uh, inderdaad overleden aan corona. Maar toen is zij ook besmet, dus toen moest zij twee weken in quarantaine. Net daarna meteen. Dus dan zit je dus die eerste twee weken na die begrafenis in je eentje thuis. Nou echt, ik zat al huilend achter die computer. Ja, ja ik vind het ik vind heel zwaar. Ik hoop heel erg dat er... Ik merk wel dat er in het medialandschap... Dat is dan natuurlijk waar ik, mm -hmm. waar ik dan veel mee bezig ben. Dat er wel veel meer over te vinden valt. En er zijn komen boeken uit. Een van de mensen die ik interview in mijn podcast is Gijs van der Zande. Hij is journalist en schrijver. En hij verloor allebei zijn ouders. En hij heeft... Fantastisch, ik heb het nog niet gelezen. Hij heeft er een stukje uit voorgelezen, maar hij heeft een schitterend boek geschreven. Dat komt in januari uit. En ook een soort rouw voor beginners, de dingen die je vergeet heeft. dat. Oh. Ja, en dat is echt. Ik denk dat dat soort boeken heel erg gaan helpen. En er zijn, er zijn dit jaar ook een paar boeken verschenen. Er komt binnenkort een documentaire bij Bier en Vara over uit. Er, het, het begint meer te leven. Ja. En dat. Um, ja, dat is heel fijn. Ik denk ja, kijk, ik heb ik haal daar veel uit. Ik vind het heerlijk om daarover te lezen. En oh, een bo andere boekentip die je ook, ook zeker niet mag ontbreken is uh, The Year of Magical, The Year of the Magical Thinking van Joan Didion. Oké, okay, ken ik niet. Wat vertelt het? Ja, geweldige schrijfster en haar man uh, overlijdt plotseling. Dat is basically waar het over gaat. En het is geen romantisch. Het gaat echt over haar. Ja. Maar het is autobiografisch. Ja, het is autobiografisch. En het gaat over dat jaar waarin je eigenlijk gewoon wil dat iemand niet dood is. Ja. En zij wonen en werken ook nog eens samen. Dus, dus was altijd bij elkaar in huis. Maar het is, is zo'n mooi boek en er wordt zo mooi opgeschreven hoe hoe rouwen is en hoe verdriet is en ik kan ook erg aanraden om het in de, om het in de originele in het Engels te lezen. Het is zo'n prachtig boek en dat kan ook heel erg troost bieden. Um, ja, en vraag om, vraag om hulp. Ik, ik ben daar heel slecht in geweest. Als ik, ik kan helemaal niet om hulp vragen. Ik kan me ook helemaal niet laten troosten. Maar nee, bij de kan je niet laten troosten? Nee, maar bij de volgende die, do die dood gaat, <laughs> ga ik het wel doen. <laughs> Want het was, dat is was helemaal niet leuk om dat in je eentje te maar doen. Hoe komt dat dat jij niet kan laten troosten? Ja, omdat ik bij alles denk: nou, dat doe ik wel in mijn eentje. Los vooral alleen op. Wow. Alles. Ook, ook altijd op school vroeger. Dan als je dan met zo'n groepje een, yeah. een opdracht moest doen. dacht ik, nou weet je, ah, doe, doe wel gewoon in mijn Dan is het sneller en beter. En heb je voor het laatst hulp gevraagd. Voor iets. Gewoon, bedoel, niet, niet qua rouw, maar weet ik veel. Een, een, uh, ja, waar vraag je hulp voor? Yeah. Een kast in elkaar zetten in je eentje is fucking onhandig. Ja, nee, dat doe ik. Ik vind klussen heel leuk, dus dat doe ik okay. heel graag zelf. Nee, ja. nou dat is inderdaad waar ik het ook met Gijs over had. Hij heeft dat zelf, hij is daar ook slecht in. En dat je dan, als je dus wel vraagt, van hé, hey, zou je me misschien heel even daarheen kunnen brengen? Ja. en dat, 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 dat kost me dan ongeveer al een week om dat te vragen. Ja. En als je dat dan doet en iemand zegt, ja, tuurlijk. Dat ik dan helemaal denk, oh, oh wat fijn. <laughs> dat ik dan helemaal denk, wat geweldig. <laughs> dus ik ben ook heel snel blij daarmee. Maar het is, heel, het, is, het, kan, het is heel goed voor je om iets te laten troosten. Ja. En om wel te zeggen, ik mis haar even heel erg. En dat mag heel erg. Ja. En ik denk dat, dat rouwen in het begin, die eerste maanden... dat is gewoon die kraamweek, zeg maar. Dat is gewoon buffelen en, en overleven. Tenminste, als je daar de ruimte en de lucht voor krijgt om dat te doen. Um, maar ik, ik vind het fijn om af en toe wel nog over haar te praten. Alsof ze, alsof ze, alsof ze, alsof, ja. Niet alsof ze er is, maar ze is, ja, voor mij is ze er nog wel. Als in. is ze nog steeds een heel groot onderdeel van mijn leven. Ja, wat ik, ja en dat, dat merk ik. Dat, dat, dat herken ik heel ja. sterk. Want ze, ze blijft altijd je, je moeder of je neptante. Ja. Uh, en, en alles wat ze heeft gedaan verdwijnt niet. En dat moet ook niet verdwijnen. Nee, dat zeker moet blijf niet. Herinneren. Ja. Wat ik heel interessant vind aan wat je zegt is. Uh, je hebt het over die verschillende fasen. En, en voordat je het weet, kan je denken bij rouwen uh, dat het een soort van project is. Ja. Uh, dus we hebben eventjes de opstartfase. Ja, het is ja. moeilijk om doorheen te komen. En dan gaan we naar de ja. volgende fase. En, maar Rauw, is, het is iets wat, wat een verlies blijft altijd neem je mee. Het zit ja. in, ja, oh, nu voel ik me echt zo'n zo Dr. Phil, als ik het, <laughs> zeg maar. het blijft in die fucking rugzak van je. Ja, is echt zo. Uh, het blijft in die fucking ja. rugzak van je. Wordt het wordt een onderdeel van wie, uh, van wie je, je, je bent. Zitten. Het wordt een onderdeel van wie je bent. En de ja. kunst is denk ik om, om te zorgen dat het, een, dat het je sterker maakt. En de mooie dingen meeneemt. En niet dat het je naar beneden blijft ja. trekken in het, in het voortdurende. Ja, maar het hoeft het je ook niet, gemis. Maar ik vind ook dat je dat het je niet. Het hoeft je niet sterker te maken. Je mag er ook. Je mag het ook heel kut vinden. Je hoeft het niet. Dat vind ik. Dat heb ik keurig geleerd van Gijs. Dus ook Gijs van der Zanden in, die, in, die, in, in ons gesprek. Dat hij ook zegt: Ja, ik hoef helemaal niet een beter mens ervan te worden. Ik, ik, we hebben ook een soort optimalisatiedrift natuurlijk. Dat zelfs het overlijden moeten we ombuigen tot iets goeds. Ik ben het wel met een je eens hoor, bro je moet gewoon overleven. Je moet het op een bepaalde manier, manier vormgeven voor jezelf. Maar ik vind het ook wel weer een opgave om te zeggen dat je er een beter mens van wordt. Oké, okay, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik denk dat ik dat terugneem. Een, be een beter <laughs> mens worden. Maar wat ik, denk, wat ik bedoel te zeggen is uh, uh, niet in het soort van optimalisatie, maar je moet ermee leven. Je moet het meenemen. En laat ik het dan. Ans, het moet zo... op. op, op je slechtste dagen. Je, wat ik wil proberen, laat ik voor mezelf spreken, niet wat je moet doen. Wat ik probeer, en misschien is dat verkeerd, maar het mij helpt het. Verkeerd bestaan. Is, is om, het, uh, om, om stilstaan bij alle mooie dingen. Kijk, ja. Je kan stilstaan. Ik kan, als ik namelijk denk aan alles wat ik heb gemist aan mijn moeder, dan word ik echt zo fucking verdrietig. Ja. Uh, terwijl als je nadenkt over alle leuke dingen, alle mooie dingen, alle keren dat, dat ik het belachelijk maak, of ze zichzelf ja. of. of uh, alle mooie dingen die ze voor je deed, of de kaartjes die je leest, die ze voor me schreef, iedere verjaardag of Sinterklaas of kerstmis of wat dan ook. Dat is een andere manier van naar herinneringen ja. kijken. En, en ik denk wel, en dat is makkelijker misschien met een. Ik zeg dit in de wetenschap dat het mijn moeder is. Over kinderen vind ik een, een volstrekt andere orde. Daar, daar zou ik niet meer weten hoe ik daarmee om moet nee, gaan. En ook te weer een, zijn. Heel rouwvorm, een heel andere rouw voor. Heel andere maar ja. dat helpt mij in ieder geval. Door daar naar, naar de leuke dingen te blijven ja. kijken. En niet naar alles wat, wat je toch niet meer, wat nooit meer goed gaat komen. De dingen ja. die niemand tegen je kan zeggen. De dingen die. Ja, uh, ik denk uh, ja, dat het heel. Dat bedoel ja. ik. Te, je, je kan wel een keuze maken nee. in waar kijk je. Uh, niet gelukkig zijn keuze, maar waar kijk je naar terug of wat ja. neem je mee of wat, wat laat je nog, wat voor ballast laat je zeggen? Ja, zeker. En, en, dingen kan je gewoon kan je niet veranderen. Nee, klaar. en je you, setting yourself up for failure als je ja. dat pad opgaat. Dat is ook absoluut zo hoor. Um, en dat daar kun je, t, t, ja, dat moet je, dat moet je zeker niet doen. Denk ja. ik niet dat je daar niks in hebt, maar af en toe even een dagje wel. Oh, heerlijk hoor. Mm -hmm.